De schoolvakanties zijn begonnen en voor veel mensen in de regio is dit het moment om de caravan te pakken naar Zuid-Frankrijk of lekker te gaan genieten. Hier in Schalkwijk doen ze dat al 48 jaar niet in deze week, want het hele dorp blijft thuis voor de Tour de Schalkwijk. En die tour ziet u deze week in Uit. Welkom en leuk dat u kijkt. Ja, de eerste renners die komen hier al aan voor de Tour de Schalkwijk, want 112 doen er mee in totaal. En ze maken zich op voor een prachtige ploegenpresentatie zometeen. Maar in Schalkwijk draait het deze week allemaal om de vraag: wie heeft de beste fietsbenen? Beetje zenuwachtig voor deze week? Nee. Want als ik het zo bekijk, hè, de Tour de France is natuurlijk ook bezig, maar Parijs, dat doet er niet toe. Hè. Het is Schalkwijk waar het om draait. Ja, ja, ik denk wel dat eigenlijk meer kinderen het wel doen om, vanwege de spelletjes, maar ook het fietsen is denk ik wel ook heel leuk. Het gaat er toch ook wel een beetje om hoe goed je kunt wielrennen, of ja, niet? Dat is wel. Hebben jullie een beetje bedacht hoe jullie dit gaan aanpakken de komende week? Hoe ziet jullie Tour de Schalkwijk eruit? Hoe ga jij winnen? Gewoon hard doorfietsen en bij de kopgroep blijven en gewoon goed sprinten, denk ik. Zeg dames, jullie hebben alle drie hetzelfde haar. Ja. Is dat nodig om te wielrennen? Een beetje, want je moet tijdens de ritten moet je rugnummer te zien zijn. En als je dan een staart of een iets anders in hebt, dan is dat niet te zien. Is het een spannende week, die Tour de Schalkwijk, voor jou? Ja, vooral met de tijdritten. Vertel, waarom is dat spannend? Ja, als er dan iets, iedereen kijkt dan naar jou. En als er dan iets misgaat, dan zien ze het allemaal. En, ja. Ben je daar bang voor dan? Een beetje. De Tour de Schalkwijk, een echt wielerfeest voor kinderen. Alhoewel, feest, de Tour wacht op niemand. Kom even van de staan, lieve. In 1970 was die er voor het eerst. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar mogen meerijden. Er wordt een week lang gefietst en dus staat het dorp ook een week lang op zijn kop. Heel diep ademhalen, niet terug. Heel diep. Want zelfs tot in de kerk zijn ze ermee bezig. Heer, zegen deze fietsen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Tour wordt georganiseerd door een groep jongeren. Ze zijn er maanden druk mee en regelen alles zonder subsidie. Hey, even kloppen dicht. Hallo. Hey. Welkom op de eerste wegzettersvergadering. We zijn heel blij dat jullie dat weer willen doen voor ons. Gelukkig is het niet alleen maar werken. Er staat ook een goed feestje tegenover. En natuurlijk doen ze het allemaal voor een heleboel blije renners die na een goede nacht slapen of zelfs na een kleine valpartij moedig kilometers lang op de pedalen staan. Hop op jongens, een hele scherpe bocht naar rechts hier. Neem de bocht een beetje ruim. Zo, zetten we de laatste fietsen nog even goed. Hallo, goedemiddag. Deze staan allemaal al klaar voor de ploegenpresentatie zometeen. Alle ploegen die presenteren zich aan Schalkwijk. En ja, het moet natuurlijk allemaal goed gepoetst, het moet er goed uitzien. Dus wij zochten vanmiddag de tweelingbroers Björn en Jesper al even op. Want zij voeren een bittere strijd om de titel van de Tour de Schalkwijk. Eigenlijk op. Jullie zijn tweeling. Jullie doen allebei mee in de Tour de Schalkwijk. En wie is de snelste? Ja, ik denk dat hij wel iets sneller is. Maar ik hoop wel dat ik toch sneller kan zijn. Ja, mijn eerste jaar was ik 14e. Tweede jaar was ik tweede. En derde was ik derde. Je fiets je broer er gewoon uit. Ja. Wat heb jij met wielrennen? Het fietsen is heel leuk en gewoon dat je vrij kan zijn, want je kan
ja, fietsen wanneer je wil. En sowieso gewoon het oefenen. En het is ook heel gezond. Bij voetbal moet je meestal gewoon met een team. Maar dit kan ook gewoon alleen. Ja, want als jij op die fiets zit, helmpje op, haar in de wind. Wat denk je dan? Gaan. Ben je al beter dan je broer? Nou ja, hij is wel snel, maar ik ben ook snel geworden. Volgens mij zie je het wel zitten, hè? Je gaat hem gewoon verslaan deze keer, of niet? Ik hoop het wel, ja. Kijk eens, deze dames zitten er al helemaal klaar voor, lijkt het. De Tour de Schalkwijk. Ik kom even tussen u in, want dan kan ik u ook wat vragen. Nou, ik weet het niet hoeveel. Nee, maar toch. De Tour de Schalkwijk, mevrouw. Wat betekent dat voor het dorp hier? Ik denk een heleboel. Ja. En u zit hier dan, ik stel me dat even voor, hè. Die renners komen hier voor langs. U zit hier een beetje zo te beppen, zeker? Of niet? Ja, klappen. Ja, doe eens voor, doe eens voor. Ja, klappen. Ja, dat doen we. En juichen ook? Of, En ook juichen, en vooral als van je eigen meedoet, hè. Want uw kleindochter doet mee? De laatste, ja. Verleden jaar is mijn andere kleindochter eerste geworden. Oké, dan hoe heet ze? Die nou meedoet? Ja? Céline Goes. Céline. We doen even alsof Céline langskomt. Ja, kijk, komt ze aan. Céline. Ja, Céline. Ja, Céline. Céline. Ja. Nou, een sfeertje, hoor. Zo doen we altijd. Klaar voor allemaal? We hebben net binnen, worden meteen aan het werk gezet hier, foto maken. Lachen! Jullie zijn vrijwilliger in de Tour de Schalkwijk. Ja. En we zien jullie net op de foto gaan, hè, met z'n allen, een hele groep. Beetje gezellig is het wel gewoon. Ja, zeker. Het is altijd gezellig met de Tour. Gewoon een sfeertje, toch? Ja. De Tour de Schalkwijk van 2018 is bij deze geopend. Wat vindt u van de Tour de Schalkwijk? Nou, het einde is prachtig. We volgen het al zo lang als het bestaat. We hebben allemaal meegedaan, hè? Wij ook als jonge jochies hebben ook meegedaan. Het is ook mooi dat het in stand wordt gehouden door de jeugd die opgroeit, die meedoet. En dan ook weer doorgaat met zelf faciliteiten bieden aan de volgende generatie. Ja, en de vaders die dan weer gewoon met een pilsje jaren later kunnen genieten. Sponsoring, hè? Dit is sponsoring. Allemaal sponsoring dit. Ja. Nou, proost. Ja. Heeft u ooit meegereden? Nee, er waren nog geen meisjes die mee mochten rijden, hoor. Ja, op Bjorn de Klerk, daar is hij. De trotse moeder van de tweeling, geloof ik, of niet? Ja, dat klopt. Ja. Hoe is het om je zoon dan hier op het podium te zien? Ja, dat is altijd wel. Het is echt het begin van de Tour, dus dat is wel een leuk moment. Zeg Willem, Alexander en Maxima, mag ik jullie even wat vragen? Wat een eer om hier jullie te zien. Ja, tweede zijt bij deze. Ja, wat leuk. Een koninklijke allure voor de Tour de Schalkwijk. Ja, zeker. Maar dat wel met deze oranje toppers natuurlijk. Hier zijn de oranje leeuwen van de Kruifploeg. Zeg heren, een vakantie naar Zuid-Frankrijk zat er niet in nu de schoolvakantie begonnen. Nou, binnenkort wel, maar nu niet. Het kan niet, hè, in Schalkwijk. Je kunt niet op vakantie gaan als de Tour. Het is onmogelijk, Dames, alles een beetje onder controle? Ja. Het is natuurlijk heel belangrijk bij wielrennen dat je goed eet. Nou, dat zie je. De hele week zijn ze nog aan het fietsen. Elke morgen iets voor 9 stappen op de fiets. Wat zitten jullie te giebelen, joh? Iets voor 9 stappen op de fiets en gaan ze rond Schalkwijk fietsen. Dus ze zijn de hele week nog te zien. Uit zit er hiermee op. Volgende week dan zijn we op de jaarmarkt in Vinkeveen. Ik zou zeggen hier, eet smakelijk. En jullie houden niet op met giebelen, geloof ik. Ja, de broodjes zijn op dus. Oh, de broodjes zijn op. Ah, de broodjes zijn op. Bedankt voor het kijken. Danielle van Kuijf bij de handploeg in het lichtblauw. Twee, één.
Papa, dit is een hele gedichte van Papa, dit is een hele gedichte van Papa.